Goedenavond. President Bush en zijn Russische collega Yeltsin zullen elkaar dit jaar nog een officieel staatsbezoek brengen. Beide leiders kwamen dit overeen na overleg op het buitenverblijf van Bush, Camp David. Bush en Yeltsin verklaarden ook te streven naar een omvangrijke vermindering van de wapenarsenalen in beide landen. ANC-leider Nelson Mandela lijkt zijn harde opstelling tegen een bezoek van premier Lubbers en minister Van den Broek aan Zuid-Afrika te hebben verzacht. Na een gesprek met Mandela in het Zwitserse Davos verklaarde vicepremier Kok van Mandela te hebben vernomen dat een bezoek binnen een half jaar mogelijk moet zijn als de vorming van een overgangsregering onomkeerbaar is geworden. En in Turkije heeft het slechte weer dat met zware sneeuwval gepaard gaat al honderden mensenlevens geëist. Premier Erdal İnönü heeft dat bekendgemaakt. Vandaag alleen al kwamen bij verschillende lawines 34 mensen om. Honderden worden vermist. En tot zover de flits, ons late nieuws begint om even voor 11:30. Graag tot straks. Een niets ontziende inspecteur lapt de wet aan zijn laars, de eigenzinnige Hunter. Straks bij RTL 4. Morgen zendt Match een voorbeschouwing uit op de Olympische Winterspelen van Albertville. Na 8 februari staat de hele sportwereld 14 dagen lang in het teken van skiën, schaatsen en ijshockey. Maar bij RTL 4 beleeft u alvast de warming-up. Wij kijken vooruit naar pistes, stadions en Nederlandse kanshebbers. Het Olympisch Journaal brengt u het laatste nieuws uit Albertville. Morgen om 16:45 bij Match. Voor kinderen is het leven één grote ontdekkingsreis. Maar het verschil tussen spannend en levensgevaarlijk kennen ze nog niet. En daar hoeven ze in principe ook niet zelf achter te komen. Toch? Maandag om 5:05, Mad Max 2, The Road Warrior. You want to get out of here? You talk to me. Max staat er dit keer alleen voor. In het woeste Australië woeden hevige oorlogen om brandstof. Tijdens zijn overlevingstocht wordt Max opnieuw geconfronteerd met duivelse vijanden. Nobody gets out of here alive. Deze verwilderde barbaren hebben het voorzien op de olievoorraad van een commune. Maar Mad Max mengt zich in de strijd en slaat meedogenloos toe. Mel Gibson is de Road Warrior in Mad Max Part 2. Maandag, 5:05. Blijft het zo pers als het maar kan. Van Duvel, de verrassende groep.